Sinds dit seizoen is Fysio Stofberg een van de partners van Rode JC. De samenwerking tussen de twee sportbedrijven gaat verder dan alleen het bezoeken van voetbalwedstrijden. Nou, enerzijds dat wij in samenwerking gaan met, met Rode JC. Dat wij de fysiotherapie leveren voor de, voor de spelers van Rode. Zowel voor de jeugd, de belofte en het eerste. Um, en daarnaast wil je natuurlijk gezamenlijk kijken naar een, ja, het, het realiseren van topprestaties bij, uh, bij RODA. En uh, ja, dat heeft dan te maken met ondersteuning bij krachttraining, het doen van testen, etc. Uh, Fysiotherapie, wat is dat precies voor een bedrijf? Het is een uh, fysiotherapiepraktijk. Uh, we hebben negen vestigingen in, in Limburg. Um, wij richten ons op, uh, op, op sportfysiotherapie, manuele therapie um, en die combinaties daar, uh, daartussen. We um, doen veel in de topsport. Maar uh, ja, alleen van topsport uh, laat je ook een uh, bedrijf niet, niet, niet groeien. En uh, dat is ook niet, uh, niet rendabel. Dus vandaar dat we ook dusdanige leuke activiteiten georganiseerd hebben voor uh, mensen met chronisch zieken. Uh, en andere zaken die uh, binnen de fysiotherapie goed behandeld kunnen worden. Was het voor jou een logische keuze om een uh, samenwerking met Rode EC aan te gaan? Een logische keuze, uh, ja. Een keuze die heel erg gewenst was, uh, ook ja. Uh, ja. We doen dat heel graag. Uh, topsport, dat zit toch uh, ook in ons. En, uh, ja, Rode is natuurlijk een absolute topclub uh, hier in het zuiden. En, uh, ja, wij zijn heel blij met, uh, met de samenwerking. En de samenwerking verloopt dus ook goed tot nu toe? Ja, de samenwerking verloopt prima. Er zijn altijd punten waar je zegt: van, die wil ik nog wat bijschaven of je wil nog wat punten op de i zetten. Daar zijn we absoluut kerk mee bezig. Maar tot nu toe loopt dat, loopt dat top. Afgelopen vrijdag was de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen. Daar was je meteen wedstrijdsponsor. Hoe was die avond voor je? Nou, dat was een fantastische avond. Compliment aan hoe Roda het georganiseerd heeft. We zijn dan met het hele team aanwezig geweest. Daarnaast nog een aantal zakenrelaties die in de skybox hebben gezeten. Die hebben we hebben een uh, fantastische avond gehad. We hebben enorm genoten. Ja, en als je dan kijkt hoe de wedstrijd ook nog eens verlopen is. Hè, ik bedoel, uh, een mooie 2-0 winst. Ja, dat uh, is natuurlijk uh, helemaal top. Hoop je nog meer uit deze samenwerking te halen. dan natuurlijk alleen de spelers in topconditie te krijgen? Ja, dat is uh, absoluut een wens van uh, zowel RODA als van Fysio uh, Stofweg. We willen graag uh, samen doorontwikkelen. Naast de uh, sportieve prestaties en uh, het fit houden en fit krijgen als ze geblesseerd zijn van de, van de spelers, uh, zien we ook enorm veel uh, toegevoegde waarde in de maatschappelijke functie. Uh, RODA JC is ook een. Uh, uh, ja, natuurlijk een, een topsportbedrijf dat uh, enorme uitstraling heeft naar het uh, regionale voetbal, uh, de regionale sport. En uh, we hopen ook daar uh, ja, een mooie doorontwikkeling te maken samen met Roda. Om ervoor te zorgen dat we ook binnen het amateurvoetbal uh, ja, mooie stappen kunnen maken.